Een hele goede morgen. Wij gaan vandaag een leuke stream maken, hoop ik, van een kleine 15, 1600 kilometer geloof ik. En ja, als het goed is, heb ik de $1 million hole gevonden. Dus een rit van 1 miljoen. Dus ik zou zeggen, mensen, zit lekker in je stoel en schroom niet om te joinen of wat dan ook, weet je, in de chat. Laat je ideeën de vrije loop. En ik zeg, we gaan beginnen. Ja, dames en heren, zoals je kunt zien. Ik ga deze vracht pakken. Het is 1407 kilometer. Nou ja, je ziet het. Je kan het hier zien. Mag ook nog een stukje varen straks. En ik ga nu die opdracht aannemen. Ben benieuwd. Ik rij ook in een andere vrachtwagen. Het is wel een Scania. Dat is toch wel een van mijn favorieten. Volgens mij zit ik er nou vet naast. Eens even koeken. Kijk, ik laat je gelijk even de truck zien. Dit is het nieuwe model, als ik het goed heb. Dat is de Scania R700. Ik heb er voor de gein maar eens 2000 pk in gegooid. 18 versnellingen. En het ding rijdt als een malle. En ik zit helemaal verkeerd, jongens. Ik zit echt helemaal verkeerd. Oh my. Ik kan echt niet rijden, volgens mij ben ik nog niet wakker, jongens. Geloof me nou, mensen, dit ding dat rijdt echt hard. Ik heb hem net even op zijn staart getrapt. En dan kom ik toch op dik 196 kilometer uit. Ik vind het een mooie vrachtwagen. Echt waar. Ik vind hem echt heel mooi. Het ding heeft echt power. Nou. Laten we maar eens een leuk ritje ervan maken. Probeer hem eigenlijk een beetje in te houden. Om in ieder geval geen schade te rijden, laat ik het zo zeggen. En geen andere autootjes van de weg te duwen. Even kijken hoor. Een monumentje. Even wachten hoor, dames en heren. Even wat doen. Nou, ik heb nog geen webcam. Ik heb ook nog geen stuur, dus ik doe alles via het toetsenbord. Mensen zweren erbij dat ze als je een stuur hebt, dat het wat meer als echt aanvoelt. Nou, ik heb nog nooit een stuur gehad. Dus ja, we zullen het wel zien, hè. Ik ga mijn uiterste best doen om zo netjes mogelijk te rijden. Ja, natuurlijk ook wel een beetje fun te maken. Oh, kijk hoor. Oeh.
proberen geen schade te rijden. Want als je toch een vrachtje hebt van 1 miljoen. Oh. Hij reageert al lekker. Kijk, heb ik schade op mijn truck? Ah, 1%. Nou ja, oké. Okay. Zolang het maar niet de vracht zelf is. Zodat ik een leuk recht stukje heb, dan zal ik eens kijken of ik hem. Kijk. Kronkelige wegetje, heggetjes. Oh. Nou ja, daar zijn ze goed in hoor, daar in Frankrijk. Oh, hier dan, deze was het. Ik hoop dat ik luid en duidelijk te horen ben. Maar nou zie ik tot mijn grote verbazing. Even koeken. Hallo, oké. Ik zie dat ik geluid heb van mijn microfoon, maar zo te zien. Heb ik geen geluid van mijn desktop, zo te zien. Even koeken, moet ik even. Hey, wat ga jij doen? Oh. Eén momentje hoor, dames en heren. Ik denk, kleine technische problemen zo te zien. Mijn desktop audio niet. Dat is toch wel vreemd. Wat is dit? Even. Even koeken. Waarom hoor ik dat nou niet?
dat nou niet. Dit vind ik vreemd. Een desktop audio. Wat is dit? Juist, als het goed is, moet het nou goed zijn. Ik had hem niet goed staan. Ik moest het even veranderen. Oké, laten we eens gaan kijken. Juist, als het goed is, moet het nou goed zijn. Als ik denk dat mijn audio een beetje te hard staat, denk ik. Als ik even een beetje terugzetten. Wat is dit? Oh mijn god, wat is dit? Mijn excuses, dames en heren. Eén momentje. Goedemorgen, Marian. Dick Gorter. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zal eens even wat van me laten horen. Ja, dat dacht ik al. Alleen het enige wat je nu gedaan hebt, is dat je mijn stream verpest hebt. Ja, ik zat midden in de stream. Maakt niet uit. Sorry hoor. Ja, kan gebeuren. Kan gebeuren. Ja, dat dacht ik wel. Hoe is het daar, Jan? Ja, zo'n gangetje. Het is wat het is, hè? Ja? Loopt alles een beetje? Ja, alles loopt goed. Maakt niet uit. Ja, kan gebeuren. Nou ja, goed, ik loop tegen bepaalde problemen aan waar ik nu op dit moment het geld niet voor heb. En dat is gewoon klut, dus. Ja, alles loopt goed. Nou ja, goed, bepaalde dingen kan ik nu niet doen omdat mijn computer outdated is. Dus, en daar ben ik dus een kleine dertigtal subs door verloren, omdat mijn stream te haperig was. Dus ik moet nou de lichtere games gaan spelen, dus ik kan niet met de jongens mee, zeg maar, weet je al. Zoals, noem je dat, Battlegrounds, wat nu veel gespeeld wordt op de computer, dat soort dingen, waar ik het geld niet voor heb om aan te schaffen. Maar ik heb ook twee hele zware games op mijn PC staan, maar dat kan mijn processor kan dat niet aan. Dus ik moet een nieuw moederbord, nieuwe processor, een nieuw intern geheugen hebben. Dat kost ongeveer 5.500 euro. Ja, heb ik daar een stukje van gehad. Ja, maar ja, dat dekt ook de kosten niet. Want ja, ik moet natuurlijk ook, hoe noem je dat? De identiteitsbewijs verlengen, zeg maar, en zo. Maar wat zit ik nou te doen? Iedereen die hoort wat ik nou aan het vertellen ben. Terwijl dat ik mijn mic heb gemuurd. Wat is dit? Natuurlijk ook, hoe noem je dat? Wat is dit? Identiteitsbewijs verlengen, zeg maar. Even kijken. Even wachten hoor, Dirk. Even kijken of ik mijn mic kan. Nee, hij blijft het horen, verdikken. Nou ja, dat filter ik er wel weer uit, dan moet ik hem gaan editen. Maakt niet uit. Even wachten hoor, Dirk. Nee, maakt niet uit, ik filter het er wel uit. Ik laat het toch editen, dan laat ik het er wel uit editen. Maakt niet uit. Ik loop wel even weg bij mijn PC. Nee, maakt niet uit. Ik filter het er wel uit. Ik laat het toch editen. Dan laat ik het er wel uit. Thank you.
dames en heren. Nou, ook dat zijn dingen die kunnen gebeuren. Het spijt mij dat ik even niet aanwezig was. Maar ja. Mensen kunnen van buitenaf niet zien aan de andere kant van de telefoon of ik ergens mee bezig ben. Oh jee, wat doe ik nou weer? Mensen kennen van buitenaf niet zien aan de andere kant van de telefoon of ik ergens mee bezig ben. Ja, dat gaat ook voor alles fout in één keer. Nou goed, we gaan deze mooie rit even afmaken. 1900 kilometer, showdown. Ik dacht dat 1400 was, joh. Daar stond het toch bij? Of heb ik een afslag gemist toevallig? Nou, volgens mij niet. Nou ja. Sommige dingen kunnen gebeuren. Als je maar lol hebt. Wow. Ik denk toch eerlijk gezegd dat het beter gaat als ik denk een stuurtje zou hebben. En dan zou ik eigenlijk in de cabine moeten gaan zitten. Want ik kijk nu van bovenaf, ik heb wel in de cabine gezeten hoor. Dat is geen probleem, dames en heren. Oh. Maar een beetje rustig deze bocht nemen. Maar ik vond dat ik daar hier een mooie, leuke, hopelijk een leuke stream van kon maken. Ik bedoel, de Million Dollar Hole. Oh, gaf zijn jongie. Oh, wat doet die nou, jongen? Echt, ik zag even zo gauw niet waar ik moest wezen voor de automatische. Dus dan doen we het maar zo, hè. Oh jongen, wat doe jij? Dankjewel. Here we go.
Oké. Okay. Maar ik vind het een machtig spel. Gewoon best wel, er zitten een hoop opties op. Ik ben er wel blij mee. Ik geloof niet dat ik op dit moment lag heb, geloof ik, volgens mij. Mocht dat wel zo zijn, laat me dat even weten in de chat. Wat doe ik nou? Ik ging iets te hard. Ik hoop dat ze de vrachtwagen waar ik nou mee rijd, de Scania S700, het is een mod. Het is helaas nog niet voor de multiplayer. Dat is wel jammer. Althans, ik heb hem nog niet gezien in de multiplayer en hij is ook volgens mij nog niet voor de multiplayer. Maar het zou best wel een aanwinst zijn. Als ze deze ook uit gaan brengen in de multiplayer, dat het ook multiplayer is. Het is gewoon helemaal geweldig, echt waar. Deze wagen, het rijdt echt als een beest. Maar ja, dat is de mod en daar zit dus ook de 2000 pk motor in. Dan heb je de retarder, 18 versnellingen. Alleen ik denk dat ik die moet veranderen, die retarder, omdat als je achteruit gaat, ga je niet harder dan 9 kilometer. Normaal gesproken kan je ook geen 60, 70 of zo achteruit rijden, maar het is realistisch.
Nou, mocht je nou, ja, sorry, ik zeg op dit moment niet echt veel. Dat spijt mij. Maar mocht je interesse hebben om een keer met me mee te doen op multiplayer, laat het me gerust weten. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, zeg ik altijd maar, weet je. Een beetje vrachtjes doen. Leuk misschien eens een keer een convoy met meerdere spelers. Uit de stream misschien, weet je. Dat is gewoon leuk om het samen te doen. Ik heb een eigen Discord channel. Maar ik heb ook Teamspeak, heb ik ook. En ja, we kunnen natuurlijk wel het een en ander voor elkaar krijgen en opzetten, zodat we gezellig met z'n allen een leuke tijd tegemoet kunnen gaan, weet je, met streamen. Dus vertel het me maar, mensen, als je er zin in hebt, laat het me gerust weten. We hebben ook een eigen website. We zitten ook op de Xbox, zitten we ook. Een eigen community. We hebben een eigen website. Dat is www.edsr. En dan gewoon een streepje in het midden, niet onderin of zo, maar gewoon in het midden. Gaming.eu. Dus www.edsr, streepje in het midden, gaming.eu. We hebben ook een eigen Facebookpagina, hebben we ook. Dus mocht je geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van EDSR Gaming, ook daar kun je terecht om te kijken. Je kan ook dingen posten. Ik zal zeer zeker reageren mocht je daar wat meer zetten. Mocht je ideeën hebben, is altijd welkom. Zal altijd naar gekeken worden. Ik vind het echt een beest van een vrachtwagen. Erg hoor. Wow, een beetje game lag. Ik moet nog een hoop leren, dat weet ik. Maar goed.
Volgens mij is dat beter. Even mijn microfoon een beetje zachter zetten. Even kijken. Bladibladibladibladibla. Ja, zo moet het zijn. Het is even wennen allemaal. Dat ik van de week had ik een x-aantal technische problemen. En zo te zien is het nog niet helemaal weg, maar goed. Aldoende kom je erachter dat je dus net door een microfoon zit te praten die gewoon op mijn bureau staat. En dan ja, klinkt het een beetje anders als dat ik het nou doe volgens mij. Want ik heb hem nou ingesteld op mijn headset, op mijn Turtle Beach. Dat is de PX22 die ik op dit moment gebruik voor mijn stream. Nog 1325, 24 kilometer. Echt. Maar ik heb nog zoveel te ontdekken. Echt zoveel ritjes moeten. Wow, nee. Ik denk ik ga daar rechts. Oh shit. Oh, sorry meneer. Mijn fout. Excuse-moi. Denk ik ga te rechts voorbij, maar helaas. Dat ging van de weg af en dat was niet de bedoeling. Ik dacht toch echt dat ik die auto had geraakt die daar in ene keer naar rechts schoot, maar hij ging zelf al rechtsaf. Oh, jongen, rustig. Ja, is toch wel gaaf hoor. Gewoon drie stuurbare assen. Dat is gewoon, ja. Gigantisch gewoon. Dat is echt mooi. Oh, en mijn koffie staat koud te worden. Uh-oh. Kun je dadelijk op schaatsen? Ik heb het idee dat ik niet helemaal goed in mijn cabine zit. Ik moet even een berichtje terugsturen naar iemand. Dus ik zet hem heel even aan de kant.
Connected. User left your channel. You were moved. Ewa. Ja, ja, ik had mijn mic even gemute. Dus, nee, ik ben een stream gestart, man. Want ik had een mooie klus. Dus, ja, en ik denk van ja, die moet ik streamen, weet je. Hoor je me of niet? Kevin? Me niet, omdat alles via mijn headset staat. En dan, dat heb ik nog niet veranderd. Even kijken. Jemig, het wordt wel rommelig zo, deze stream. Kijk. Ja, ik moest het even veranderen in Teamspeak. Ja, ik hoor je nou via headset. Ja. Ik moest het even veranderen. Yes. Nee, ik vond dat ik deze stream er even in moest gooien. Ik was een beetje aan het rondtoeren, tuffen. En toen kwam ik bij een bedrijf uit die een trailer voor 1 miljoen opdracht. Oké. Dus ik denk, gooi er gewoon even een stream in. Maar ja, ik denk dat ik dat even moet gaan bewerken, denk ik. Want ik ben ondertussen ben ik ook al een keer gebeld door Dirk Gorter, weet je, die gozer. 20. Heel vacht, hè? Oké, ja, nee, ik tel hem. Goed, hoor. Ja, nog even snel die toestellen op die pagina donderen. Dan heb ik dat gehad. En dan kan ik hem onder druk zetten. Dan zeg ik, luister, ik ben van het werk voor je. Ik wil nu godverdomme die nieuwe SS. Ik ga nog godverdomme maar wel op de hoek halen bij een andere winkel. Volgens mij hoorde je over de chatting. Nou, als het goed is niet hoor, want ik sta niet op speaker, toch? Nee, je staat niet op speaker, maar ik zie, het is desktop geluid of zo. En als jij praat, zie ik die desktop audio heen en weer gaan. Oh ja, ik hoor mezelf wel.
Gezellig en vakantie, man. Ja, moet kunnen, moet kunnen. Het moet allemaal niet zo strak zijn, nog wel dan. Dus, maar Kev, als je me hoort. Ja. Kun jij eens checken of ik lag heb? Volgens mij niet. Ik zit nu te kijken, je hebt geen lag. Het ziet er heel soepeltjes uit. Dus. Doe je dit via OBS of NVIDIA? Dit doe ik via OBS. Dan heb het toch gewerkt, denk ik. Euro Truck, hè? Ja, dan denk ik gewoon dat miscredit gewoon te hoog gegrepen is. Oh, rijd ik mijn wagen in de prak bijna. Zag het. Je rijdt ook al tegen de vangrail aan. Ja. Van de rechterbaan naar de linker. Ja, hotzee. Hoppatee. Ik zal eens buiten de vrachtwagen gaan hangen. Moet je kijken. Zal ik hem een beetje rustig houden? Moet je kijken, dit is hem. Er zit wat vertraging in. Oh ja. Ziet er best wel sick uit, of niet? FLA. Ja, dat is wel mooi. Zo, ik weet alleen wel dat als je uit je vrachtwagen rijdt bij te halen, moet je even de F-door app op welke snelweg zit, dan ga ik niet naast je rijden in ieder geval. Nee, nou, ik heb hem net even vet op zijn staart getropt. Ja. En van de week kwam ik niet hoger dan 185, maar nu zat ik op 197. Oké. Okay. Best gek. Ja, dat wil wel. Ja. Hé, ik heb op mij geen lek. No lekkels, Arros. Dat is mooi. Ik moet hier naar rechts. Gaat er bekend voorbij, ik moest even volop in de ankers. Nee, maar het is, kijk, dat komt omdat je met een toetsenbord speelt. Ja. Dus. En dat is, ja. Het is gewoon een beetje irritant, maar ja, goed. Doe je toch niks aan? Nee, ja, tenzij je een stuur hebt. Het schijnt toch met een stuur schijnt het toch beter te spelen. Puur streven, toch? Ja, zeker, zeker een streven. Dus en dat van mij is binnen. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Van je vakantie. Ja. Lekker. Altijd goed, denk. Ja, zeker. Dat is mooi. Niet tegengevallen. Nee, zeker niet. Bijna 6. Dus, en ik heb mijn eigen gelijk even een cadeautje gedaan van 6 euro. Heb ik even 3 DLC'tjes gekocht voor 2 euro of zo. Oh, voor oké, dan weet je het toch. Ja, ze waren nou in de aanbieding vanwege die Steam sale natuurlijk. Ja, dat is toch netjes. Dus ik heb even 3 of 4 skin pakketjes gekocht, weet je. Dat is zo goed. Ja, zeker, zeker. Nog 1000 kilometer van de 1900. Goedemorgen. Hartstikke idee. Ik ga het zo ook even met de kids lopen en shit. Gezellig, gezellig. Ga je naar de speeltuin of heb je daar gespeeld aan in de buurt? Jawel, 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 jawel. Ja, daar gaan we heen. Gezellig. Naar de geitjes. Naar de geitjes. Kinderboerderij. Ja. Kijk hoor. Assets. Oh, dat staat in assets. Images, products, asset 1. Is yes, yes. Ja, ruf. Rufferino. Rufferino, zo heet er weer een gelaten, hey! Geweldig.
tering. Ik ben gaan zitten Photoshop, jongen. Als we vandaag of morgen even tijd hebben, moeten we even kijken voor die intro. Of tenminste, de intro niet, maar die outro. Oké, ja, dat is goed. Ja, dames en heren, dit is een hele goede vriend van mij waar ik mee aan het praten ben. Ik weet niet of jullie hem horen. Maar deze beste man, die helpt mij met de website en het onderhouden van alles. Dus je kunt zomaar zeggen dat het mijn compagnon is in dit soort dingen. Deze beste man heeft, zoals ik het nu een beetje kan begrijpen, heeft hij voor mij de grootste problemen opgelost met voor de stream. We zijn er nou ook achter waarom bepaalde dingen wel gingen en bepaalde dingen niet. Dus ja, het is weer een streven om in de toekomst toch weer beter te kunnen en te gaan. En dan betere games te kunnen gaan spelen, ook al is ATS 2 en American Truck Sim en nog meer van dat soort games heel erg leuk om te doen. Maar ja, ik zeg gewoon heel eerlijk, dames en heren, sommige games kan mijn computer gewoon niet aan, dus ja. En je zal toch wel roeien met de riemen die je hebt, dus meer kan ik er ook niet van maken. Ik hoop alleen leuke streams te maken op deze manier. En wie weet. Hey, nou heb ik game lag. Hele zware had ik even. Ja, dat kan een computer lag zijn. Oh, een computerlek, oké. Okay. Ja, jij bent daar technischer in dan ik. Ja, als jij continu lek zou hebben, dan zou je continu aan stotteren zijn, weet je wel. Zowel in je game als op je stream. Oké. Als okay. Het af en toe is, dan is het gewoon even, dan is je computer op de background gewoon iets te veel aan het doen op het moment. Ja, oké. Okay. Zodat die even overspringt. Ja, oké. Okay. Nou ja, dan weet ik dat in ieder geval. Want hij bleef even heel zwaar hangen. Nou ja, dat toch aan ben ik blij dat ik geholpen ben hiermee, echt waar. Jeetje. Ja, ik vind van wel. Net als wat je zegt, op die computerlek af en toe. Na dan, maar ja, over het algemeen draait het goed. Oké. Poppetje. Dus ja, ik weet natuurlijk niet wat dat gaat doen met de andere games. Maar ja, dat zal ik moeten gaan ontdekken. Wat lekker loopt en wat niet. Ja. Kijk, het normaal spelen gaat wel op zich. Maar zodra het qua stream aankomt. Dan heeft hij met bepaalde spellen heeft hij dan best wel veel moeite. Heel af en toe, weet je. En ja, hey. Zelfs een AI kan een ongeluk maken. Is dat dan wat? Kijk. Ja, ik moest in één keer in de ankers omdat een vrachtwagen stil stond met een auto erachterop. Geweldig. Nou doe ik iets illegaals. Rechts inhalen. Hatzij.
Het is maar een vracht van 5 ton. Aan gewicht. Ja, vaccinatie staat erbij. Geweldig dit. Nou, dat levert me 1.083.436 op. Men bevalt het een beetje in je bungalow? Mooi. Oh shit, dit is helemaal... Poep. Ik was gisteren ook in het gedeelte waar ik nou naartoe aan het gaan ben. En dan reed ik op een gegeven moment, ik reed daar een tunnel in. Ruim op. En midden in die tunnel, dames en heren, gewoon een rotonde. Midden in die tunnel. En holy knoly, wat is dat dan? Gewoon een rotonde midden in de tunnel. Best gelopen dan. Echt vaag. Ruffy, Ruffy, ik ga er even tussen. Ja, nee, is goed. Ik spreek jou later vandaag wel, joh. Ik ben er dadelijk weer. Nee, is goed, man. Yo-yo. Yo-yo. User disconnected from your channel. Hertzhals, wat een naam, joh.
Oké, eens even kijken waar die me wil hebben. Is dat daar ook? Ja, ja, gezellig en vakantie, man. Wauw, wat is dit joh? Dat is een krabbochie. Jeetje, mina zeg. Okay. Ja, ja. Dan houden we ons maar aan de regels.
Norfood. Ja, ja, geweldig. Maar volgens mij ben ik hier gisteren ook al geweest. Volgens mij wel. Ja, kijk. Mooi is dat. Echt mooi. Geweldig dit. Zo mooi, hè. Ja, volgens mij hier over die brug. En als het goed is, ga je dan een tunnel in. En dan heb je, als ik het goed onthouden heb, heb je daar een rotonde. Ik snap er niks van, maar als het echt zo is, dat het in dit land zo is, dan vind ik dat echt magnifiek uitgedacht. Echt waar. Midden in een berg gewoon. En dan gewoon een complete rotonde in die berg hebben. Het is ongelooflijk, echt waar, maar zo mooi. Netjes gedaan.
Oeps. Oepsie daisy. Maar ja, ze moeten schijnbaar al met Aro in dat land gevaccineerd worden. Ik vind het echt mooi gemaakt. Scenery is ook gewoon geweldig dit. Het is gewoon mooi om te zien. We gaan naar Bergen. En dan rij ik gewoon tussendoor door Bergen. Hier, dit is zo'n tunnel waar dus een rotonde in zit. Je kijkt dan. Gewoon een complete rotonde erin. Geweldig. Straks weer een rotonde zo te zien in de tunnel. Ah, ik vind het gigantisch dit. Ik vind het echt heel mooi. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind het toch wel geslaagd. Nog 97 kilometer, dames en heren. Jongens en meisjes. En dan zijn we op ons eindbestemming.
dan is de $1 million hole voorbij. Ik vond het geweldig. Ik vond het leuk. Ik vond het gezellig. Mocht je het nou leuk vinden, ik weet, ik zeg niet veel, maar goed, ik moet het ook allemaal leren, ik doe het al een aantal weken, maar ja, het is toch even de gewenning nog. Maar mocht je het nou leuk vinden, abonneer, geef een duimpje omhoog. Dat geeft mij ook een goed gevoel, weet je, dat ik het toch niet voor niks doe, want jullie ja, zorgen toch voor de stream, weet je. Dus. Er zit nog een vrachtwagen voor, die had ik net even niet gezien. Maar ja, we zijn er bijna. Ja, ja, ja. 24 kilometer te gaan. Ja, en dan mag ik gelijk hier weer naar rechts. Oké. Okay.
Nou, lekker Slim, goedemorgen. Ja, zo. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze stream. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. En ik zou zeggen, eerlijk gezegd, tot de volgende keer. De geroute.